Nieuwe paus wordt gekozen. Venray streeft naar titel Fairtrade gemeente. Het is vandaag 12 maart, dit is het PMA's Journaal. De datum van de gemeenteraadsverkiezingen is definitief. De verkiezingen zijn op woensdag 19 maart 2014. Gewoonlijk worden de verkiezingen om de vier jaar gehouden op de eerste woensdag in maart omdat 5 maart 2014 samenvalt met als woensdag, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de verkiezingen twee weken uitgesteld. De vorige raadsverkiezingen in Venray werden niet gehouden in maart 2010, maar op 18 november 2009. De verkiezingsdag was toen enkele maanden vervroegd vanwege de gemeentelijke herindeling. In de gemeente Venray zijn in totaal 27 raadzetels te verdelen. Het conclave is begonnen. De 115 kardinalen zijn in het Vaticaan bijeen om te stemmen voor de nieuwe paus. De kardinalen zijn na de mis vanochtend samen de Sixtijnse kapel ingegaan. Het conclave vindt plaats achter gesloten deuren. Niemand weet wat er zich op dit moment precies afspeelt. Wel weet men dat er elke dag meerdere malen gestemd wordt en dat de paus gekozen wordt uit een van de 115 kardinalen die allemaal pastoor van een kerk uit Rome zijn. Er is één kardinaal die vaker genoemd wordt als serieuze kandidaat. Het zou Turkson van Ghana kunnen worden. Die werd heel veel genoemd in het verleden. Die schijnt, ik zeg dat met de nodige nadruk, want ik heb dat zelf niet gehoord, die schijnt wat minder handige dingen te hebben geroepen. Als dat zo is, dan vraag ik me af, zou die dat misschien niet gewoon gedaan hebben om van tevoren zeker te weten. Uh, dat hij zijn eigen ruiter daarmee ingooide, omdat hij absoluut geen Poos zou willen worden. Want ik denk dat, ja, Poos willen worden, dat, dat, dat wil je niet. Ik, ken, ik heb wel eens verhalen gehoord van bischoppen ook, en dat is dan een stuk lager nog in die hiërarchie. Maar die, die zeggen gewoon van ja, dit, dit, dit wil je niet, maar dit word je. En als de kerk dan een beroep op je doet, dan doe je het, maar je wil het niet. Nou, als je nou echt geen poos wil worden, dan moet je zorgen dat je van tevoren je ramen hebt ingegooid. Er kan van alles meespelen in de keuze van een nieuwe paus. Volgens Deken Smeet zijn er niet bepaalde richtlijnen of vaste criteria waarop de keuze gebaseerd wordt. Het is heel moeilijk om te zeggen waar moet een poos aan voldoen. Ik denk dat. Je het gewoon duidelijk mag stellen: het moet een man van geloof zijn. Nou, het mag wel duidelijk zijn dat we daar niet zo over hoeven te twijfelen als je kardinaal bent. Um, en ik hoop ook vooral dat het een, 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 een herder is: iemand die um, niet alleen zegt welke richting het uit moet, dat, dat is ook heel belangrijk, dat moet ook. Uh, maar ook iemand die uh, daar begrip voor heeft als niet alle schapen meekomen en er wat een paar in de periferie blijven hangen en uh, voor mijn wat zwart zijn. Maar dat hij daar ook begrijpt van, ja, maar die horen er net zo goed bij. Deken Smeets kent geen van de kardinalen behalve de Nederlandse van Eyck. Hierdoor heeft hij geen duidelijke voorkeur voor één bepaalde kardinaal. Deken Smeets hoopt echter wel dat de nieuwe paus van buiten het Europees continent komt. We hebben honderden jaren Italiaanse pauze gehad. De laatste niet-Italiaan voor Johannes Paulus II in 1978, dat was Adrianus, 400 jaar geleden. Ik denk dat het goed is als nou de focus eens wat verlegd wordt naar buiten dit continent. Want wij denken in... ...Europa en trouwens ook in Nederland hoor, dat de wereld zo om ons draait. No way, en zeker in de kerk niet, want hier in, de, in, het, in Europa is de kerk zwaartalende. Maar er zijn andere gebieden, uh, Azië, Afrika, wat echt de hele grote groeigebieden zijn... ...waar de kerk echt bloeit. Nou, wat mij betreft mag je uit Zuid-Amerika komen, uit Afrika komen, uit Azië komen... Ik zou het helemaal niet zo ramp vinden als hij eens uit uh, dat deel van de wereld zou komen. Graag zelfs. Deken Smeets vermoedt dat de keuze over twee of drie dagen gemaakt is en dat de witte rook dan zal verschijnen. Hierna trekt de gekozen kardinaal zijn nieuwe toog aan en zullen we de nieuwe paus mogen begroeten. Er komt een tankstation op bedrijventerrein de Hulst 2. De gemeente Venray heeft hiervoor een stuk grond van 1100 vierkante meter verkocht. Aqua Menta BV uit Tegelen gaat er een onbemand tankstation runnen volgens de formule Firezone. Verkoop van LPG is niet toegestaan. Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd. De grond is een Aqua Menta verkocht voor 150 euro per vierkante meter. De opbrengst voor de gemeente bedraagt 165.000 euro. De gemeente Venra heeft vandaag besloten dat zij de komende jaren een bijdrage blijven leveren aan de werkgroep Vertreed. Het doel is om in 2014 een fairtrade gemeente te worden. Dit houdt in dat de gemeente op allerlei plekken laat zien dat zij oog hebben voor eerlijke productie en handel. Om deze titel te krijgen moet Venray aan een aantal criteria voldoen. Een van de criteria is dat er betrokkenheid moet zijn van de gemeente. Nou, dat hebben we vandaag door ons besluit ook persoonlijk ingevuld. Maar daar moet ook het bedrijfsleven bij betrokken zijn door het voeren van Fairtrade-producten. Dat gaat van kleding tot bier, tot koffie, noem maar op, de bekende bananen. Dus breed in de maatschappij moet te zien zijn dat Fairtrade in verre een begrip is wat uitvoering krijgt op allerlei plekken. Kunt u wat voorbeelden noemen van waar we dat nu al terugzien in Vareij? Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb kort geleden met de werkgroep uh, wat Fairtrade-stickers mogen uitreiken, en daar zijn we natuurlijk bij de wereldwinkel geweest. Wat, dat was het kasteel van de Fairtrade, maar ook bijvoorbeeld bij een café als de Engel, bij een restaurant als de Zwaan en een supermarkt als de Plus in de Landweert. Alle vier plekken waar die Fairtrade-producten een vaste plek in het assortiment hebben gekregen. De titel is vooral het symbool om aan te tonen dat de gemeente Eerlijk Handel hoog in het vaandel heeft staan. Dit jaar zal een campagne gevoerd worden door de werkgroep om het gebruik van Fairtrade producten door bijvoorbeeld scholen, winkels en instellingen nog extra te bevorderen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Morgenavond is er een uitzending van Venraai in Bedrijf aan Tafel. Weer of geen weer. Bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht wordt het helder en blijft het droog. Het zal matig tot streng vriezen. Morgen overdag zijn er enkele wolkenvelden, maar er zullen ook flinke zonnige perioden zijn. Er is minder wind dan vandaag. Tijdens de middaguren wordt het maximaal zo'n 3 graden. Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.